van harte gefeliciteerd. Welke gevoelens overheersen? Zeker als je het ook bijvoorbeeld wil vergelijken met Brussel, met die ploegentijdrit daar. Ja, ik denk een beetje hetzelfde. Gewoon echt genieten. En het was enorm afzien. Maar ook enorm veel sfeer, enorm veel support. En ja goed, als je onderweg al hoort dat je het snelste bent, dan krijg je natuurlijk enorm veel moraal. En dan slepen we ons er doorheen. En dan is het echt genieten als je dat dan zeg maar met z'n allen samen kan afsluiten als winnaar. Ja, wat betekent deze overwinning voor jou en ook bijvoorbeeld die rode trui voor Robert? Ja, ik denk... Ja, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Voor mij is het natuurlijk enorm mooi dat ik hier in het winnende team kan zitten. Dat is natuurlijk ook weer eventjes geleden. En voor Robert is het natuurlijk super mooi dat hij vele hoogtepunten heeft mogen beleven natuurlijk. Maar ook vele dieptepunten. En dat hij dan op deze manier toch zeg maar al zijn werk, wat hij toch voor de ploeg gedaan heeft. Dat dat toch een beetje bekroond kan worden met deze trui. En iedereen gunt het hem van harte. En is het echt mooi dat hij morgen die trui kan ronddraaien. En ik hoop dat hij ervan kan genieten. Ja. Voelt het als een afscheidscadeau in jouw laatste grote ronde voor deze ploeg? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. En wie zegt dat dit de laatste grote ronde in deze ploeg is? Dus ik zou niet weten waarom dat zou moeten zijn. Geniet ervan, zou ik zeggen. Yes, dat komt goed. Dankjewel.